Dit is inmiddels alweer de 14e bijeenkomst van de UvT-Sociëteit. Hier in Sociëteit de Witte in Den Haag. Prachtige omgeving, hier de koepelzaal. Waar we bijeen zijn voor de 14e bijeenkomst op het thema Where does Tilburg University stand in 2020? Het strategische plan zal ontvouwd worden door Dr. Koen Bekking, onze collegevoorzitter. En vervolgens hebben we twee co-referenten, Dr. Anders Anschutte, directeur-generaal Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs. En Dr. Carl Dietrich, voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. En ik vermoed en ik hoop en ik verwacht dat dat een hele mooie en levendige discussie zal zijn. Vanavond zijn we bijeen om te praten over de toekomst van onze universiteit. We moeten daarin scherpe keuzes maken, dat is belangrijk. Want de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in Nederland gaan razendsnel. Niet alleen in onderwijs en leervormen, maar ook de eisen die de politiek stelt, die de samenleving aan ons stelt, die studenten, de verwachtingen die studenten hebben. Het is heel belangrijk dat wij goede keuzes maken en dat we ons duidelijk profileren in die ontzettend concurrerende markt, internationaal, maar ook nationaal. Met de missie Understanding Society toont Tilburg University zich een moderne, karaktervolle en verantwoordelijke universiteit. Ik heb zeer veel waardering voor dit gedurfde profiel. Het vergt scherpe keuzes waarmee Tilburg zich als valoriserende universiteit, gericht op het begrijpen en opbouwen van de maatschappij, kan onderscheiden van de meer traditionele universiteiten. Ik daag Tilburg University dan ook uit deze keuzes de komende tijd met elkaar te maken. De Nederlandse universiteiten hebben een hele goede positie wereldwijd. Bijna allemaal kun je zeggen dat ze tot de subtop van de wereld behoren. Of tot de beste 1% zoals u wilt. En het gaat natuurlijk bij alle universiteiten, hoe houden we die positie vast? Hoe kunnen we ons profileren? Hoe kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van de collega's in het eigen land, maar vooral ook internationaal. Wat ik vanavond ga zeggen is dat ik Tilburg oproep om nog een iets scherpere keuze te maken. Ik vind de benadering vanuit Kopenhagen heel interessant, maar om dat consequent door te redeneren in termen van onderzoekszwaartepunten en onderwijsbenaderingen is een hele opgave. En als je dat probeert af te zetten ten opzichte van de internationale positie die Tilburg zou kunnen en moeten innemen, dan wordt het denk ik vanavond een buitengewoon interessante avond, een mooie dialoog en ik hoop op een goede discussie.